beste kijkers bij Shock Report TV. Zaterdag 15 juni 2024 reist Shock Report eraf naar Sportpark Kortschaaiwijk in Hoornaar om een videosamenvatting te maken van de na-competitie finale wedstrijd en derby Lekvogels en Meiden. In terugblik laten we het doelpunt zien uit de na-competitie wedstrijd Sportclub Evenstein Altena. De periode uit de 4e klasse 1 Zuid 1 doen het uitstekend. Alle drie de periodekampioenen spelen in de finale om promotie naar de derde klasse. Sportclub Evenstein speelt tegen Neo 25 bij Sparta 30 en Lekvogels speelt tegen Ameide bij Stedoco. De teams uit het voormalige Zederik doen het uitstekend in de na-competitie, want ook SV Meerkerk heeft een neerwaartse spiraal om kunnen buigen en speelt het team van trainer Gert-Jan Koekoek komende zaterdag de finale tegen GPC Vlissingen, met als inzet behoud derde klassenschap. Deze wedstrijd wordt in Halsteren gespeeld. Lekvogels kent een uitstekend seizoen met als beloning finale plaats na competitie, met als inzet promotie naar de derde klas. Het team van trainer Erik van Maurik eindigde op de vierde plaats in de competitie. De bewoners van Sportcomplex Het Bos zijn al 7 competitiewedstrijden en 2 na-competitiewedstrijden ongeslagen. In de competitie scoorde Lekvogels 53 keer en kreeg 30 doelpunten tegen. Topscorer is Sam van der Horst met 13 doelpunten. Ja, en dan aan Meiden. In de eerste helft van de competitie leek het erop dat de Meihovenbewoners de afzing naar de 5e klas gingen maken. Maar in de tweede helft van de competitie rechten de mannen van trainer Pieter Verzessen de rug, met als beloning de finale plaats in de na-competitie. Ameide eindigde op de 5e plaats in de competitie, op 1 punt achterstand van Lekvogels. Ameide scoorde 50 keer en kreeg 32 doelpunten tegen. Topscorer is een neef Middelkoop met 15 doelpunten. In de competitie won Lekvogels thuis met 1-0 en bij Ameide werd het 1-1. Hopen zaten dan ook op een boeiende wedstrijd en het liefst met veel doelpunten. Scheidsrechter is de heer Muwarad Bajan uit Dongen. We gaan nu nog even kijken naar het doelpunt uit de wedstrijd Sportclub Evenstein Altena. Ja, beste kijkers, de uitzending zit er weer op. We hopen dat het publiek zaterdag in grote getale naar Sportpark Kortschaaiwijk komt om hun team aan te moedigen en van een sportieve en doelpuntrijke wedstrijd kunnen te genieten. Bent u zaterdag niet in de gelegenheid om de wedstrijd te bezoeken, dan kan u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting van deze wedstrijd zien op sokkerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.